Dit is Utrecht. En in het hart van de stad staat een parkeergarage uit de jaren 70 van de vorige eeuw. In 2028 willen we deze slopen om daarna dit prachtige stukje binnenstad in oude glorie te herstellen. Om deze nieuwe ontwikkeling richting te geven, hebben we een visie voor de Strohsteeg opgesteld. In deze visie laten we zien wat wij belangrijk vinden voor het gebied en hoe het er straks uit kan komen te zien. We gebruiken de visie om plannen van particulieren, ontwikkelaars en gemeenten te toetsen. We willen dat de Strohsteeg straks weer een verbinding vormt tussen de Springweg en de Oude Gracht. Dit past bij de historische structuur van de stad, waarbij grote straten lopen in noord-zuid richting en kleinere straten in de oost-west richting. De openbare ruimte is vooral bedoeld voor fietsers en voetgangers. Auto's zijn er te gast. Voetgangers moeten straks weer een rondje kunnen lopen van de Springweg via de Strohsteeg, Oude Gracht, Lijnmarkt en Zadelstraat naar de Mariaplaats. Het eenrichtingsverkeer voor auto's blijft van de Springweg via Vissersplein naar de Mariaplaats. De Strohsteeg geeft in de toekomst ruimte aan middelgrote gebouwen die tegen elkaar staan, zoals je ook ziet aan bijvoorbeeld de Oude Gracht. Hun mooie gevels maken dat het gevoel van de binnenstad ook in de Strohsteeg voelbaar wordt. Deze gebouwen verschillen van breedte en hebben allemaal een eigen kap- of gevelontwerp. We willen vooral ruimte maken voor woningen, met her en der de mogelijkheid voor bijvoorbeeld een kleinschalig atelier of winkeltjes. In de straat is ruimte voor bewoners om een bankje of planten neer te zetten. Als laatste willen wij het gebied groener maken. Niet alleen in de Strohsteeg, maar ook door een hofje te maken aan de achterzijde van de nieuwe bebouwing. Dit sluit aan bij de hofstructuur van de binnenstad. Ruim voordat de garage wordt gesloopt gaan we, samen met de buurt, de visie uitwerken tot concrete plannen. Heeft u vragen of ideeën? Mail ze naar strohsteeg@utrecht.nl.